En ik ga de melk weg opgeven. Oh my god. Nee, maar... Dat is allergisch. Het moet nog. Op de moon. Oei, hij had een wolf. Ik wou op de moon. Hij loopt tot in de lucht. Zij te land. Hallo en welkom bij een nieuwe video, zijn de familie Meerschaert. En we zijn heel blij dat je terugkijkt naar deze video. Vergeet dan alvast geen duimpje te geven, vanaf deze keer helemaal in het begin van de video. En we zijn op weg naar Space Expo. Ze gaan ons in de ruimte schieten. We zijn daar al een keer naartoe geweest, maar je kan altijd met een... Altijd, niet altijd dus. Je kan met een busje, zo'n klein... Treintje. Precies, busje, treintje. Ook een rondleiding doen van meer dan een uur. Ja, waar dat ze jou naartoe brengen, weet ik niet. Het is heel technisch, maar we hadden dat ook wel graag gezien. En toen we hier waren, was het in de week. Het is enkel in de schoolvakanties of in het weekend dat dat busje, treintje rijdt. Als we de vorige keer aan de ingang waren, hadden we al zoiets van, wow, hoe tof. De Space Expo in Nederland voor onze Belgische kijkers. Tussen Den Haag en Zandvoort. Amy, kom. Jij bent de leeuw, dat ben jij. Wauw. Dat is mooi. En wat ben jij? Orkelexinda. Kreeft. Kreeft. Ik zie daar, volledig een kreeft in. Waar is de stier? Stier. Stier. Ah, hey. Hey, cool met zijn horens hier. Het is hey, je zou er bang van zijn, niet? Hij wil ons niet of zo. Zou er bang van zijn, hè? Ah, bang hoor. Mama, wat ben jij? Boogschutter. Ah, maar dat is dan aan de andere kant. Boogschutter. Ah ja, boogschutter hé. Zwaar voor jou, joh. Boogschutter, voilà. Yeah. We zijn binnen. En op 11:30 gaan we dan die tour doen. Maar de regels staan er dat we niet mogen filmen. En geen foto's mogen nemen op die tour. Dus ja, en het is plots donker. We zijn in de ruimte. We zijn vertrokken. In de ruimte. We zitten hier in de ruimte. Kijk hier. Kijk naar boven. Je ziet Berveel. Als je kijkt helemaal naar boven, zie je Berveel sterren. En dat is het geboortelicht. Dat is de Melkweg zeker. Ja, de Melkweg, we hebben dat al gezien, we hebben dat gefotografeerd. Als we in Afrika waren, nee, hebben we dat gezien? Ja, je moet mij allemaal skippen eigenlijk. Allemaal zeker niet antwoorden. Ja, we hebben dat gezien. Oké, ja, goed, dank u. Op heen weer hier. En doe de keer op de maan. De maan. Op de maan weeg je 6 kilo. Omdat de zwaartekracht anders is. Hè? Op Neptunus weeg je 43 kilo. Ik weeg 140. 140 kilo? Waar? Op de aarde? Op Jupiter, 140 kilo. 55 kilo op Saturnus, bijna hetzelfde of hier? Ja, op het ding is het zo. Uranus 52. Oei, Neptunus 66. Ah ja, dat vind ik goed. Pluto weegt 4 kilo.
Wat moet je doen? Wat moet jij doen, Arco? Geen idee. Geen idee. Steek gewoon je handen niet. Ja. Hij weet niet wat hij moet doen. En zoals altijd. Kijk. Druk op start en steek in iedere buis een hand. Voel je het temperatuurverschil? Dat is 26 graden en de andere is 30 graden. Oh, ik voel zeker het verschil. Oh, dit is hier meer dan dit hier. Deze is meer dan deze. Rari, en daar zit er licht op. En hier is een zonnepaneel. Kijk, dus als je moet draaien aan dat schermpje en de lamp naar boven of naar beneden doen en kijken wanneer je het meeste zonne-energie hebt. Kijk maar naar de meter. Dus 66, 69, oei. 85. Ja, dat is 85. En doe je de lamp lager? Maakt geen verschil. Maakt geen verschil. Dat is het eten. Anders ja, kun je niet eten, niet. Je ruikt en je proeft minder dan op aarde. Dus dat is het eten van een astronaut. Er staan hier dus ook wel dingen van Frank de Winne, de Belgische astronaut. Dus hier was zijn toilettas. En hier de spiegel die aan zijn arm ging. Hier, zodat hij ook dingen kon zien die buiten zijn gezichtsveld waren. En dat ook van Frank de Winne. En die t-shirt is ook van Frank de Winne. Dus er zijn hier wel veel dingen te vinden van onze Belgische astronaut. Als je begint rond te kijken, zijn allemaal dingen van Frank de Winne die hier hangen. Dus deze is van Kuipers, Nederlandse astronaut. Maar anders, dat was hier allemaal van Frank de Winne. Want er hangt wel een Nederlandse vlag. Het is van Frank de Winne, het is een Belg. Ik zou wel graag gezien zo de aarde, maar ja. Zou daar niet zo lang kunt dat niet nu? Ruimte reizen kun je met vliegtuig? Ja, met vliegtuig. Een speciaal vliegtuig, ja, speciaal vliegtuig. Dus, maar het kost wel veel geld. Nee, dank. Wat doe je? Met knikkers spelen. Met knikkers spelen. Het gaat wel een doel hebben. Zo, wat is? Dat is de zwaartekracht. Dat is de satelliet en zo gaat dat rond de aarde allemaal van. Schuif een knikker naar de bovenkant van de hellingsbaan, laat de knikker op de baan rollen. De knikker beweegt in banen om de putten.
Ah zo, de satellieten zweven op dezelfde manier rond de planeet. Nog een keer en dan waar we heen gaan. Oké. Okay. Ik ga eerst. Ja. Oh, dit is dus paard. Schuif en knikken naar de bovenkant van de link. Dus deze werkt op waterstof. En waterstof is een explosief gas. Dus als alle lichtjes branden, is het opgeladen. En dan mag je op de rode knop duwen. En dan schiet hij dat raketje naar boven. Hij gaat dan naar een planeet. Zie je het? Hij gaat dan daar naar een planeet, ja. Hoe hoog gaat hij geschoten worden? Hop, nog eentje. We zijn er bijna. Dus de rode knop gaat. Duw maar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, het was niet hoog hoor. Haha. Oh, mijn raketje was niet hoog. Ja. Hoi. Hoe lang hangt die hier al? Wat is dat? Hoi. Ah, zo slapen ze. Oh my god. Ik kijk even. Kijk, hier zie je. Heyo. Dus we hebben al een deeltje van de expo gedaan. Dus er zitten wel hele coole dingen tussen. Nee? Dus Xante vindt het iets minder leuk. Ze vinden het te veel lezen. Maar ja. Het is toch leuk, die zwaartekracht. Ah ja, dus... Ja, Xante leest niet graag. Dus wij willen dan wel een keer iets extra's lezen. En we gaan nu alles hier in het kastje moeten steken. En ja, stoppen met filmen. Want de rondleiding... Dus je gaat nu ons voor een uur en een kwartier niet meer zien. En ja, nee. Dan gaan we zomaar... Voilà, we zijn terug. Een uur en een kwartier later. We hebben wel veel bijgeleerd. Was het interessant? Het was super interessant. Ja, dus we hebben geleerd hoe dat ze een opleiding krijgen. Dus dat zijn zo naar boven, heel snel naar boven. En dan de... Parabool. Parabool, voilà. Mama weet het nog. Het is wel interessant om dat te doen, echt wel. We gaan eerst iets eten. Het zijn hier waarschijnlijk wel gewone kleine sandwiches, maar we hebben honger. Voilà, broodjes, ham, kaas. En een donutje. Ja, dus het is hier niet zodanig veel om te eten. Maar goed, onze honger is gesteld. Dus er was nog een hongertje. Een zennetje. Een zennetje. Een milky. Moet ik helpen? Milka. Milky. Een milka. Is ook een dagje. En ik ga de melk weg opeten. Oh my god. Nee, wat moet je doen? Ja. Springen op de maan. Je weegt 6 keer zo weinig. Dus 3. Je moet zo ver mogelijk op de maan. Oh my, kijk daar op televisie. 3, 2, 1. Ja. Ja. En kijk, je buik is weg omdat je wit bent. Oh nee! Heb de gat in je buik! Bijna tot boven. Ja. Wie schiet daar zo omhoog? Hoi, wat is dat, jongens? Ze zijn wel zonder plank. Wat? Maar je bent mooi, hè? Zo op de maan. Waarom ook zwijgen? Voor de aliens? Is hij bang dat de aliens gaan komen? Ja, dat gaan we beter zien. Ja. Lekker. Lekker. 3,
2, 1. Het is raar op de maan. Ik loop op de maan. Ik doe de moonwalk. Op de maan. De nakker? De moonwalk. Op de moon. Oei, hij had een wolf. Ik walk op de moon. Hij loopt tot in de lucht. 3, 2, oei, ik heb een gat in mijn kruis. 3, 2, 1. Kijk jouw broek. Zat er bijna boven? Ja hoor. Nee? Nee. Ja, ik ga oppassen dat ik er niet. Allee. Doe een keer op je hart. Tot boven, hè? Ja. Ah, je hebt de hals van over. Nog niet? Nee. Dat is wel lekker hoor. 3, 2, 1. Nog hals van niet. Hallo! Nog één keer? Ja. Hart! Je bent hoe is het gedaan? Bijna. Wacht, hé. Werp 1 euro in per rit. Ben je er klaar voor? Ja. Ik ga 1 euro insteken. Voilà, ja. Wat gebeurt? Dat weet ik niet. Gaat dat boom geschoten worden? Gaat dat bewegen? Ja! Wat is er? Dat beweegt! Dat beweegt! Beweegt? Dat beweegt! Ah, mijn hoofd! Beweegt dat? Mijn kant! Oh, nee! Ik heb warm! Morgen! Beweegt dat? Ben je er bijna uitgetrild? Arco, gaat het? Ja. De eerste dat we niet horen is Arco. En daar word je vervuld. Zijt geland. Voilà, we zijn uit de expo, Space Expo. Orfee, wat vond je ervan? Ik vond het leuk. Vond je het leuk? Arco? Aanrader. Of Xante? Dat ben van Xava, maar die rondleiding niet. Die rondleiding niet. En mama? Ik vond het super interessant. Ja, vond het ook wel leuk. Ik ben altijd een beetje hek geweest van alles van de ruimte. Ik was altijd hek van Star Trek voor de kinderen. Dat is een heel oud... Ah nee, het zijn weer nieuwe films. Star Trek dus. En van Star Wars. Altijd zot van geweest. Ik vind het interessant. Dus 4 op de 5 vind het ook interessant. Xante iets minder. Maar goed, het is altijd wel iemand die dat iets minder vindt. Dat is de realiteit. En dat zijn uitstapjes die je doet. Voor de ene is dan een keer wat meer interessant dan voor de andere. Waar je wel moet opletten is die treintjes of die trammetjes of die busjes. Of wat is het eigenlijk? Hoe noemt dat? Ik denk een busje. Een busje. Busje. Zitten heel snel vol. Er kunnen daar niet zoveel mensen mee. Rijden. Dus, en rijden maar 3 keer per dag. Dus in de vakanties, dus van de Nederlandse vakanties, en in het weekend. Dus eventjes voordien checken. En als ze vol zitten, zitten ze vol. Dus het beste dat wij ervaren hebben, is tegen 10 uur, maximum 9:45, aankomen en direct boeken. Als dat vol zit, als je om 10:30 toekomt en je komt vol, dan kun je nog de tweede. Dus het was om 11:30, half twee en 3:30. Dus als je toekomt en het is om 3:30, om je dan bezig te houden tot 3:30 in die ruimte van de satellieten en allemaal, kan wel wat lang zijn. Dus kom vroeg dat je bij die eerste of zeker bij die tweede rondrit mee kan gaan. En dat je toch wel die tour kan meedoen. Moet wel apart betaald worden.
En je kan ticketjes online kopen voor de expo, maar niet voor dat treintje. We wilden die tip wel nog geven dat je hier niet aankomt en dan... Ja, oh, je kunt niet meedoen. Want het is wel leuk. Ja, want het is echt wel leuk. Het is echt wel leuk die... Allee, leuk. Het is interessant. Het is niet dat je zegt van... Waaah! Het is leuk. Het is gewoon interessant. Toch? Vond je het een leuke vlog? Geef dan alvast een duimpje. En vergeet zeker niet te abonneren, dan kan je altijd onze nieuwe vlogs en challenges zien. Dan mis je geen enkele. En het enige wat we nu nog zeggen is... Ciao, kus!